We staan voor een uitdaging. We zijn al een tijdje bezig, al een paar uurtjes. Je ziet nog geen verschil. Het is nog steeds een grote klerenwende. Ja, dat is altijd zo. Voordat het opknapt moet het eerst een zootje worden. Dit moet het gaan worden, de werkplaats. Nou, nu zeg je nog van, daar heb je toch niks aan. Maar dat gaat goed komen. Er komt nog een andere deur in. Dus die kanteldeur die gaat eruit. En dan komt er gewoon de deur voor in de plaats. Maar eerst alles leeg. En dat is een leuk klusje. Een stukje Lego al. Maar nog niet klaar. Hierboven is het weg. Nu moet de apparatuur er nog uit. En daar zijn we wel even mee bezig, denk ik. Hier achter het cel. Daar staat bijna alles van wat in de werkplaats moet komen en stond. Even een blik daarachter zo. Alles helemaal opgestapeld. Dus daar kom ik niet zo makkelijk bij nu. Dit wordt de nieuwe werkplaats. Je ziet, hij is helemaal kaal. Ik moet nog materiaal bestellen. Ik ben nog even aan het uitzoeken wat ik precies nodig heb. Want anders kan ik nog niks bestellen natuurlijk. Dan heb ik de helft en dan moet ik weer opnieuw bestellen. Kost weer extra geld voor bezorgkosten. Dus ik moet het wel in één keer goed doen. Maar we hebben hem lekker leeg gehaald. Dat is wel een heel groot voordeel. Dus nu kunnen we aan de slag om de muren en alles te bekleden met isolatie en plaatmateriaal. Dat komt er tegenaan. Het dak wordt gips. En dan ziet het er al heel anders uit, denk ik. Ik heb wel een nieuwtje trouwens. Want ik heb een microfoontje gekocht. Dus waar ik nu ook ga staan, dan ben ik gewoon heel goed te verstaan voor jullie. En ik denk dat dat wel een heel groot voordeel is. Maar ik begreep dat het geluid af en toe nog wat te wensen overliet. Dus ik denk, ik ga het gewoon eens proberen. Ik koop zo'n microfoontje. En volgens mij is dat wel een goede investering geweest. Dus ik hoop dat ik beter te verstaan ben nu. Dus sorry, geen video. Volgende week hoop ik weer een video te hebben. En dan graag tot volgende week. Oeh, oeh. Vliegt eruit. Oeh. Oeh.